De emissies van broeikasgassen zijn in de afgelopen 40 jaar steeds sterk gestegen. En als we doorgaan op de weg waarop we nu zitten, dan zijn de doelstellingen van de Europese Unie van een 2 graden temperatuurstijging zijn onhaalbaar. De emissiestijging vindt vooral plaats in de zogenaamde middeninkomens of de opkomende economieën. In het verleden was het altijd zo dat de rijke landen het grootste deel van de emissies veroorzaakten. Nu is het zo dat eigenlijk het grootste deel van de emissies in de opkomende economieën plaatsvindt. Wel is het zo, moet bij worden aangetekend, dat per persoon de emissies in de rijke landen nog steeds stukken hoger zijn dan voor deze opkomende economieën. Maar in de toekomst, in de komende 20 jaar, moet je verwachten dat eigenlijk wat op dit moment nog de rijke OECD-landen zijn, dat hun aandeel minder dan de helft is en dat het de landen als India, China zijn die bepalen hoeveel er wereldwijd wordt uitgestoten. Is er een reden aan te geven waarom die toename zo sterk is? Algemeen economische groei. En daar speelt nog eens extra mee dat in deze landen, in die landen, opkomende economieën, wordt heel veel geproduceerd ook voor de rijke landen, wordt geëxporteerd naar ons. En een groot deel, of nee, niet een groot, een belangrijk deel van de emissies vindt ook plaats bij de productie van die goederen. En daar is dus een discussie op dit moment wie eigenlijk verantwoordelijk is voor deze emissies. Zijn dat de landen die waarbinnen de grenzen de emissies plaatsvinden, of zijn het de landen die de goederen kopen waarvoor deze emissies hebben plaatsgevonden? Zijn er nog andere redenen voor die sterke toename? Ja, we moeten toch de bevolkingsgroei ook niet uitvlakken. De bevolkingsgroei is nog steeds zeer hoog, 1% per jaar. En er zijn sommige landen, regio's, waar de bevolkingsgroei op dit moment nog steeds heel veel hoger is, boven de 2% per jaar. En de relatie is ongeveer lineair. 2 keer zoveel mensen op deze wereld betekent ongeveer 2 keer zoveel emissies. Dus we kunnen er niet omheen dat hoe meer mensen we hebben op deze aarde, hoe harder iedere persoon zijn best zal moeten doen om emissies te reduceren. Dat is de keuze die we toch op een gegeven moment zullen moeten maken. Zijn er beleidsmaatregelen te bedenken? 2 voor de hand liggende beleidsmaatregelen is het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen. Het wordt algemeen gezien dat dit zowel goed zou zijn voor economische groei als een daling van de emissies met zich mee zou brengen. En zelfs dat de armen er relatief meer baat bij hebben dan de rijken. Dus afschaffen van de subsidies op fossiele brandstoffen wereldwijd zou een zeer goede maatregel zijn. En het beprijzen van emissies wordt ook algemeen gezien als een heel goed werkend instrument. En als voorbeeld daarvoor geldt de brandstofaccijns. Het is niet populair bij de mensen, maar het is wel algemeen geaccepteerd dat het heel effectief is. Dat in Europa bijvoorbeeld, waar we brandstofaccijns hebben, dat de emissies om deze reden in Europa veel lager zijn dan in grote andere delen van de wereld. Het beleid van Nederland kan waarschijnlijk sowieso beter, maar is er iets aan te wijzen? Nederland en Europa in het algemeen horen wereldwijd gezien bij de koplopers voor klimaatbeleid. Dus je kunt zeggen, relatief gezien doen we het heel erg goed. Maar als we de 2 graden Celsius doelstelling in zicht willen houden, zullen we moeten accepteren dat ook Nederland, ook Europa nog harder zijn best zal moeten doen dan dat we op dit moment doen. En er zijn hele discussies over het werking van de emissierechtensysteem binnen Europa. Dat kan beter, kan effectiever. De interactie tussen de prijs van emissierechten en het beleid voor hernieuwbare energie. Dus er zijn in Nederland ook heel veel mogelijkheden waarop het beleid niet per se duur, maar wel effectiever kan worden gemaakt. Maar dat wordt vrij snel een technische discussie. Mocht het zo zijn dat we het allemaal negeren, alle beleidsmaatregelen, alle mogelijkheden, wat is dan de toekomst? De toekomst onder de zogenaamde business as usual, het doorgaan op de ingeslagen weg, is dat de emissies zullen blijven stijgen wereldwijd echt met nog minstens een factor 2 in de komende 40 jaar. En dat betekent dat de temperatuur hoogstwaarschijnlijk zal stijgen met tussen de 2 en de 5 graden Celsius in de komende 100 jaar.
Het is een onderdeel van werkgroep 2 wat daarvoor de effecten zullen zijn op de mensen. Maar over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat vooral heel veel ecosystemen zich daaraan niet zullen kunnen aanpassen. Wij mensen zijn redelijk flexibel, ecosystemen zijn iets minder flexibel. Dus de koraalriffen als een bekend voorbeeld zullen dat niet overleven.